zijn niet de lekkerste. Ja, denk het wel. Ik denk, ik heb wel even staan juichen, ja. Dus nee, ik denk super belangrijke overwinning. En ja, natuurlijk de sfeer, alles was top. En ja, nog lekker dat hij in de laatste minuut erin viel. Geloofde je er nog in dat hij ging vallen? Nou ja, ik had eigenlijk, ik dacht nou, dit wordt wel een gelijk spelletje. Maar we bleven wel goed drukken en ja, lekker dat hij nog erin viel. Zou je gebaald hebben dat die bal er niet in ging? Zeker, dus ja, het was voor mij natuurlijk extra lekker dat hij erin ging. Ja, ik wou hem tegendraads inschieten. Ik denk ja, dan is het een goal, maar nou ja, keeper pakte hem en we moeten wel in natuurlijk. Maar ik denk dat die keeper het ook gewoon goed deed, dat hij goed zijn goal uitkwam, het klein maakte. En, maar ja, ik baalde wel even. En, maar goed, dat Noes hem nog erin schoot, dus dat hij niet cruciaal is geweest. Ja, beide backs die waren twijfelachtig of ze konden spelen. Uiteindelijk waren ze fit. Hoe belangrijk zijn zij voor jullie in het veldspel? Heel belangrijk. Ik denk vandaag ook sowieso. Want dat er veel ruimte ook voor hun lag in de opbouw. Dat ja, de backs ook cruciaal waren. En het was wel lekker dat ze er gewoon bij konden zijn natuurlijk. Hoe zijn die laatste minuten als je hier over het veld loopt met het publiek? Kun je dat eens een beetje proberen te beschrijven? Hoe dat moet voelen? Ja, heel mooi. Natuurlijk allemaal hartstikke blij. En ja, dat je het dan met de fans zo kan vieren. Ja, dat is wel bijzonder. Die Noes die is een aardige doelpuntenmaker. Ja, hij had hem er weer in liggen. Dus nee, ja, mooi. En ik denk dat hij onderaan topscorer is, denk ik. Je hebt nu 7 punten. Als je wint bij Benfica, dan ben je er al. Ja, dan volgens mij wel theoretisch. Dus nee, ja, tuurlijk. Maar ik vind dat Benfica ook gewoon een hele goede ploeg is. En dat hebben we vandaag wel kunnen zien. Goede spelers en counter gevaarlijk ook. En maar ja, wij zijn er gelukkig uiteindelijk vandaag. En ja, wel lekker dat we gewoon 3 punten hebben gehaald. Er komt dat er nog een wedstrijd op het programma aanstaande zondag. Ja, dat weet iedereen al, denk ik. En ja, dat is natuurlijk een wedstrijd, een speciale wedstrijd. Iedereen weet ja, dat die moet gewonnen worden. En niet alleen hè, omdat het Feyenoord is, maar ook omdat ja, in de competitie kunnen we natuurlijk ook geen punten meer laten liggen. Dus nou ja, zondag moeten we weer staan.